Maak je de kunstenaar! Hallo allemaal, ik ben Ahmed. En ik ben Yusuf. Vandaag zijn jullie bij ons te gast thuis. In deze tijd waar je meer tijd hebt om thuis te zijn en vooral thuis moet blijven, gaan Yusuf en ik samen een opdracht doen uit het boek. Maak het met kunstenaars. Maak het met kunstenaars, een kunstboek voor iedereen. Ik zei, Yusuf, jij gaat kiezen welke opdracht we gaan doen. En Yusuf heeft gekozen voor... Hoe maak je van jouw naam een tag? Hoe maak je van jouw naam een tag? Veel plezier met kijken. Kijk dit. Oh. Ik heb het gewoon zo gemaakt. Kijk dit. Oh. En dat is de S. Jij bent kapot. Ik weet het. Dik het saus. Nee, echt? Ja. Oh, ik zie het al. Kijk. Ja. Oh. Ik kom van de straat. Dit lijkt ook op de logo van Suzuki. Oké, ik denk dat ik mijne ook heb. We hebben in eerste instantie dus onze naam geschreven, ontleed al die letters, geëxperimenteerd met de verschillende letters, hoe onze tag eruit zou zien als we die letters nou gingen kantelen of zouden vervormen. En nu, ik heb denk ik een eindontwerp. Ik ook. Dus laten we beginnen. 6.5 hours late. Ik weet de S een beetje groot, maar ja. Dit hoeft. Nee, maar dat maakt niet uit. De S is toch juist bij jou een letter die je naar voren moet springen? Ja. Dus ideaal. Zin in benen zo zonder. Ja. Bij kunstcultuur hebben we aqua kleur. Jongens, wij zijn eindelijk klaar. Ik wil jullie graag laten zien hoe we tot stand zijn gekomen bij het uiteindelijke ontwerp. Eerst hebben we allemaal geëxperimenteerd. En toen daarna per letter gekeken van hoe het eruit zou kunnen zien als we de letter kantelen. En hoe ik de letter precies zou kunnen schrijven. Wil jij je voorlopige ontwerpen ook even laten zien? Mijn uiteindelijk ontwerp heet Schaduw. Omdat het schaduw heeft. Gaat ja, van hier donker wordt steeds lichter. Dit is uiteindelijk het ontwerp van mij geworden. En jullie kunnen goed zien dat in het midden een hartkropping te zien is. En ik wil jullie graag ook oproepen om jullie werk een naam te geven. En mijn werk heet dan Elk Leven Telt. En zo ook die van mij, die van Ahmed. En dat brengt mij ook heel mooi op het punt dat wij vooral in deze tijd voor elkaar moeten zorgen. Vooral thuis moeten gaan blijven. Niet alleen voor onszelf, maar als een maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten zien. Het is zo dat niet heel veel jongeren eraan overlijden. Maar denk vooral aan je geliefde oma en opa of je ouders en blijf vooral binnen. En maak het gezellig. Kies een opdracht uit het boek voor kunstenaars. Maak met je hele familie een hele toffe kunstwerk. Ik wens jullie heel veel plezier met het uitvoeren van de opdracht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.